Bosker. Oh, Bosker. Oh, oh, Bosker. Duplan scoort. Na een gruwelijke fout van de meest ervaren man op het veld. Hij raakt de bal verkeerd. En precies zo dat Duplan kan profiteren. Lens. En een eigen goal van Supusepa. En zo is het dan toch 2-0. Van de Hoorn, goedemiddag. De voorzet van Wijnaldum wordt al in eerste instantie zwak verdedigd door Bulthuis. En dan hier, hij heeft hem onder controle. Hij heeft hem onder controle. Maar schiet hem alsnog in eigen doel. Oh, een misser van Barney. Het is eigen doelpunt. En Inter neemt op een wel heel bijzondere manier een 1-0 voorsprong in het eigen stadion tegen Livorno. De blunder van Bardi, die zich totaal verkijkt op het straaleffect die aan de bal zit. Maar dan nog is het een prestatie van formaat om hem dan in je eigen doel te krijgen. Hoornstra. Oh, die bal gaat er via de paal en de rug van Courto in. En in plaats van 1-2 staat het een minuut later in Utrecht 2-1. Curieuze treffer. De pechval van de avond staat in het doel bij Roda en heet Philippe Courtois.